zijn er weer. Een hele goede avond live, GeoVlogs live. De volgende alweer in maart 2023. Een hele goede avond. Lekker! En jullie zijn er allemaal weer bij. Eens even kijken wie er allemaal zijn. Goedenavond. AA de Braal, Tamara. Hoi, goedenavond. Elise, goedenavond. Marjolein, gezellig dat je erbij bent. Thomas, Christa, goedenavond. Harald, een hele goedenavond. En foei, niet zo'n taal in de chat. Mark, goedenavond. Milan, hey, hallo Milan. Oh, die heeft gewoon een FTF. Oh, ik ben benieuwd Milan. Leuk, gezellig. Goedenavond, Dutch Geocaching video's. Rebecca, vanochtend ook al een FTF. Jeetje. Zoe. Goedenavond, Pascal, Carolieveline, Dave. Goedenavond, leuk. Jullie zijn er allemaal bij. Gezellig, 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 gezellig. Nou, we gaan gewoon kijken. Want het zal vast wel weer een heel gezellig avondje worden. Uurtje, anderhalf uur. We gaan het wel zien. En we hebben drie hele leuke onderwerpen. Zoals iedere keer hebben we natuurlijk het TLL Event 2023. En we halen weer Milan van de organisatie van 2 september 2023 in Harmelen naar binnen. Om weer eens even te laten vertellen hoe staat het ermee. En komend weekend waarschijnlijk, dus binnen een week, wordt die listing van het event gewoon gepubliceerd. Maar daar gaan we alles aan vragen over Milan zometeen. En Tobias010 zegt, ik log wel een FTF op deze chat. Doe dat maar Tobias, doe dat maar. Maar, dus het TLL event van dit jaar. We gaan het ook hebben, vind ik ook wel heel erg leuk, want ik zag op Facebook een berichtje over de Geocaching Geopoly serie. En dat intrigeerde mij. En die blijkt al 5 jaar te bestaan. Dus we gaan eens een van de medeoprichters van Geopoly Nederland. Gaan we zometeen live in de organisatie. Of live in de uitzending vragen. Om eens alles te vertellen over Geopoly. En hebben jullie nou vragen hierover? Schrijf ze dan even op. Bedenk ze dan even voor jezelf. Misschien heb je zelf al Geopoly caches gedaan. Bewaar dat dan even voor zometeen als je daar een leuke ervaring bij hebt. Of niet zo'n leuke ervaring bij hebt. Want dan gaan we dat allemaal delen zometeen. Met degene die live bij ons in de uitzending is. Tamara. Hallo Daan. Hallo. Hoe is het? Gezellig. Leuk dat je er ook bent. Heel leuk dat je er ook bent. Daan, gezellig. En Jeanette, goedenavond allemaal. Yes. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dus we gaan het hebben over Geopoly Nederland. Geocaching Geopoly Nederland. Afgeleid natuurlijk van Monopoly, hè, maar dat hadden jullie al begrepen. En we gaan natuurlijk weer hebben over de nieuwe ontwerpen die binnengekomen zijn voor de Dutch Geocoin 2023. Leuke onderwerpen dus weer. Een uurtje, anderhalf uur. En we zien het allemaal wel. We gaan het allemaal wel kijken. Nou waren er de vorige keer ook 3 puzzels die in de uitzending langskwamen. En denk er nou aan, want elke uitzending, elke GeoVlogs Live komen er 3 of 4 puzzels voorbij. Met die puzzels kun je per puzzel een zilveren GeoVlogs ticket winnen. Wil je dat nou? Let dan op waar die puzzels zitten. En die hoef je nu niet meteen te doen, hè? Maar je hebt, nou ja, eigenlijk tot de volgende GeoVlogs Live heb je de tijd om de puzzels te doen die in deze uitzending zitten. En ze zijn allemaal volgens mij wel redelijk te doen. En de vorige keer zaten er dus ook 3 puzzels in. En deze 3 puzzels die verspreid over de uitzending zaten. Daar werd iedere keer gevraagd, wat voor gebouw is dit? En dan moest je natuurlijk de GeoVlogs code of de TLL code gebruiken om dat op te lossen. En er kwamen 3 oplossingen uit. De eerste oplossing was het werkpaleis van de koning, Paleis Noordeinde. Dat was de eerste oplossing van de eerste puzzel. En de tweede oplossing van de tweede puzzel was Kasteel De Haar. Er werd er gevraagd welk gebouw is dit? En dan de puzzel leverde een coördinaat op. En dan was het Kasteel De Haar. Ik zie dat mijn hip ietsje zachter moet. Zo. En de derde oplossing, waarbij ook werd gevraagd van wat voor gebouw is dit? Dat was H2O Zalen in Harmelen, de plek. Waar ons event gehouden wordt natuurlijk op 2 september 2023. Nou, er waren een aantal inzenders. En 5, als ik het goed heb, maar er waren natuurlijk maar 3 zilveren GeoVlogs live tickets. Dus die moesten we even gaan, verloten. Heb ik dit gedaan op een automatische naamloten site. Daar zijn ze weer. Gimeze, Hipje, Thomas en Elise. Die hadden alle 5 3 keer het goede antwoord. Dus we gaan hier een loting doen van 3 namen. Wie winnen de zilveren GeoVlogs tickets? 3, 2, 1. En het is Gimeze, Hipje en Thomas. Gimeze, Hipje en Thomas. Van harte gefeliciteerd. Gimeze, Hipje en Thomas. Super gedaan. Super leuk gedaan. En jullie krijgen, ik neem contact met jullie op en jullie krijgen alle 3 van mij een zilveren GeoVlogs ticket van 2023. Super leuk. En onthoud dus ook voor de volgende uitzending, ook voor deze uitzending, neem lekker de tijd. Je hebt tot de volgende live uitzending de tijd om lekker deze uitzending eens na te kijken, die puzzels weer op te zoeken en ze op te lossen. Ze zijn op zich niet moeilijk, maar ook deze uitzending zitten er weer 4 puzzels in. Alright, hou ze dus in de gaten, hou ze dus in de gaten. Ik zie al wat dingen binnenkomen over Geopoly. Eens even kijken, Geopoly in Geldermalsen, vraagt Harold. Sinds wanneer zit Geldermalsen in het Monopoly-bord? Ah, ja, dat is een leuke vraag. Maar dat gaan we zo meteen vragen als we aan de slag gaan met Geopoly. Want je hebt natuurlijk ook kans. Je hebt algemeen fonds. Je hebt ga naar de gevangenis. Je hebt de gevangenis. En zo heb je dus nog meerdere kaarten. Dus het zou kunnen zijn dat één van die in Geldermalsen ligt. Christa zegt, ik ben zelfs in Apeldoorn geweest om een Geopoly cash te vinden. Even kijken. Ik dacht dat ze alleen lagen op straten, zegt Harold, uit het spel Monopoly. Ik heb de Herenstraat en Grote Markt. Ja, klopt. Want daar liggen ze sowieso. Maar dus ook een aantal andere velden uit dat speelbord liggen er ook in Nederland. Maar daar kan ik niet van alles over vertellen. Maar zometeen hebben we uiteraard iemand in de uitzending. En waar we nu eerst eens even naar gaan kijken, zijn de nieuwe inzendingen die binnengekomen zijn voor de Dutch Geocoin 2023. Want er zitten echt weer een paar hele mooie tussen. De Dutch Geocoin 2023. Er zijn weer een paar prachtige ontwerpen binnengekomen. Iedereen die een inzending doet voor een ontwerp van de Dutch Geocoin 2023 krijgt van mij zo'n zilveren GeoVlogs ticket. De winnaar van de Dutch Geocoin, van de ontwerpwedstrijd moet ik zeggen van de Dutch Geocoin, die krijgt natuurlijk niet alleen die coin in meerdere uitvoeringen, maar ook nog eens de eeuwige eer, de eeuwige roem dat jouw ontwerp de Dutch Geocoin wordt van dit jaar. Maar die krijgt van mij ook nog een gouden GeoVlogs ticket. Dus het is loont echt wel de moeite om mee te doen. Waarbij de allerbelangrijkste reden natuurlijk is, hoe gaaf is het? Ik weet het van mezelf met mijn eigen coin. Ik weet het van het ontwerpen van de Team Lage Landen 2022 en 2023 coin. Het is super gaaf om van je eigen ontwerp een coin te hebben. Dat is echt gewoon heel erg gaaf. En Lianne zegt, woe, we zijn benieuwd. Nou, dan gaan we gewoon eens even kijken. Want we gaan weer even kijken naar mijn website. Als je naar mijn website gaat, www.geovlogs.nl, dan kun je hier boven allemaal keuzes maken. Als je naar beleving gaat en je gaat naar de Dutch Geocoin 2020 tot 2023 en je klikt op Dutch Geocoin 2023, dan gaan we daar eens eventjes op klikken. En dan zie je hieronder alle ontwerpen die tot nu toe binnen zijn gekomen. Voor- en achterkant met een beschrijving erbij. En er zitten weer een paar prachtige ontwerpen binnen. Zoals je al ziet, op allerlei verschillende manieren uitgevoerd. Getekend, met de computer, gekopieerd, zelf gemaakt. Er zit echt van alles en nog wat bij. En het is natuurlijk heel leuk. En dan gaan we eventjes terug. Daar naartoe, naar jullie. En dan gaan we eens even kijken welke ontwerpen er nou precies allemaal binnen zijn gekomen. Even kijken, moet ik hier even goed kijken. Het eerstvolgende ontwerp wat er binnengekomen is dit ontwerp. En het is een ontwerp, en ik kijk even mee op de site. Dat is een ontwerp en het gaat over dat in 1973 werd de Europese octrooiconventie getekend. En in 2023, dus dit jaar, wordt het Europese eenheidsoctrooi getekend. De ontwerper zegt, octrooien worden vaak geassocieerd met lampen. Octrooi is natuurlijk ook ideeën, zo'n pling, zo'n lampje wat dan boven je hoofd komt, weet je, als je op een idee komt. Dus vandaar dit ontwerp. De boom, die staat voor duurzaamheid. Ook heel mooi natuurlijk, hè? Die lamp aan de binnenkant, die stam en die boom erin. Met het GC-teken als groene kruin. Dit is de voorkant en dit is de achterkant met de tekst erop van wat er nou precies in 2023 gaat gebeuren. Wil je nou precies opzoeken wat dat nou inhoudt met die Europese octrooiconventie of het Europese eenheidsoctrooi? Ga dan even naar dit ontwerp toe op www.geovlogs.nl. Daar vind je het ontwerp, vind je ook uitleg over die twee zaken. Het volgende ontwerp is ook wel heel erg leuk. Dat is een handgemaakt ontwerp. En dat mag dus ook allemaal. Hè. Als je wil tekenen, als je wil ontwerpen, als je wil knippen, plakken. Alles mag, hè. Alles mag. Het leuke is dat als die coin er eenmaal is en jouw coin wordt gekozen als winnaar, dat we er dan natuurlijk alles aan gaan doen om te zorgen dat het een prachtige coin wordt. En het idee is er hiernaast, en namelijk aan de voorkant die twee handen met die ketenen die loskomen. En er staat erbij Keti Koti. En Keti Koti, die is gebaseerd op 150 jaar, moet ik het goed zeggen, eind van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar einde slavernij. De voorkant symboliseert het kapotmaken van de kettingen en is het symbool van Keti Koti. En Keti Koti, ik moest het ook even opzoeken, is het Surinaamse woord voor gebroken ketenen. En ja, dat is het woord wat dan gebruikt wordt voor het herdenken van de slavernij. En de achterkant. Die symboliseert de eenheid tussen Suriname en Nederland met het huidige jaar en het jaar van het einde van de slavernij erbij. Nou, je ziet hem al helemaal voor je wat hij gaat doen als je hier een prachtige coin van gaat maken. Je ziet de kleuren al voor je, je ziet de letters al voor je. En ik denk dat dit een prachtig en mooi uit te voeren coin is. Maakt dus niet uit of je tekent of een foto maakt of iets anders. Even kijken hoor. Volgende ontwerp is een ontwerp vanwege de paus. Paus Adrianus VI, ik moet het goed zeggen. Dit was de eerste en enige Nederlandse paus. Paus van Nederlandse afkomst. En hij overleed in 1523. 1523, dat is alweer een tijdje geleden. Maar weer een herdenkingsjaar. Dan hebben we nog een ontwerp. En dit is een ontwerp wat gebaseerd is op een schilderij van Escher. We moeten met dit soort dingen altijd even goed weten hoe het zit met copyright. Er zat namelijk ook in de ontwerpen die er tussendoor zaten, zat er ook een van Mickey Mouse. Nou, die hebben we even weggehaald, want dit krijgen we echt copyright technisch niet voor elkaar. En ook om op een site te plaatsen moet je soms ook een beetje uitkijken dat je niet iets hoeft te betalen. Nou, ik heb begrepen dat dit gebaseerd is op een oud werk van MC Escher. De voor- en de achterkant is hetzelfde. Je ziet dat vouwlijntje over de helft lopen. Als je de coin plat zou leggen, zou die een klein beetje, zeg maar, zo lopen aan de bovenkant. En ik laat hier even een overzichtje zien. Want je ziet hier heel mooi, als je meerdere coins zou hebben, dat zie je rechtsonder. Dan kun je ze zelfs tegen elkaar plaatsen. En dan krijg je een heel mooi Escher patroontje. Het enige wat we hier dus even moeten bedenken, mocht dit een van de winnende coins zijn, of de winnende coin zijn, hoe het zit met de copyright. Want dat wordt wel een van de keiharde selectiecriteria. Even kijken hoor. Rebecca zegt, ik heb er ook eentje met de hand getekend. Ik ben al heel eind tot weg. Maar of het duidelijk gaat zijn met de hand getekend, dat weet ik niet. Geeft helemaal niks. Als je iets moois hebt, Rebecca, als je klaar bent, stuur het op. Ik ga zo meteen uitleggen tot wanneer dat kan. Eventjes kijken hoor. Even kijken. Oké, volgende ontwerp. Volgende ontwerp gaat over, hoe kan het ook anders, de watersnoodramp in 1953. De ontwerper zegt ook dit ontwerp, dit ontwerp staat voor 70 jaar watersnoodramp. Op de voorzijde de dramatische situatie in beeld gebracht en op de achterzijde de hoeveelheden slachtoffers en schade aangericht door de overstroming. Dit is de achterzijde. Natuurlijk ook gewoon een heel actueel, eigenlijk een hele actueel ontwerp, hè, dit. De watersnoodramp 1953. Ja, dat is ook een herdenkingsjaar dit jaar. Mooi. Mooi idee voor een Dutch Geocoin. Dan is er hier nog eentje. Die gaat ook over van dezelfde ontwerpen. Watersnoodramp 1953 ook. Het is een iets andere indeling van de coin. Dus aan de voorkant zie je nu het aantal slachtoffers staan. Ook de vlaggen van de provincies waar die watersnoodramp heeft gespeeld. En op de achterkant de waterstand, de hoeveelheid water en hoeveel woningen, boerderijen en slachtoffers nou eigenlijk zijn geweest in 1953 in die watersnoodramp. Nou, dan hebben we hier nog een ontwerp. 10 ontwerpen bij elkaar hebben we. Johan Rudolf Thorbecke. En er staat bij, dit ontwerp is een eerbetoon aan Johan Rudolf Thorbecke. In 2023 is zijn geboorte 225 jaar geleden. En het realiseren van de huidige Nederlandse grondwet is 175 jaar geleden. En ik heb natuurlijk eventjes moeten opzoeken wie Johan Thorbecke nou precies is. Maar het was een Nederlands staatsman van een liberale signatuur. En hij wordt beschouwd als de grondlegger van het parlementarisme. Een hele mond vol. Maar deze coin is dus bedoeld als eerbetoon. Met op de achterkant het Nederlandse wapen, 175 jaar grondwet. En ook natuurlijk wel heel erg Nederlands. Nou, dan hebben we hier nog een ontwerp wat te maken heeft met de slavernij. 150 jaar afsluiting slavernij. Dutch Geocoin 2023. Ook het woord Keti Koti staat hier weer op. En op de achterkant staan zo'n wit en gekleurd mannetje. Met de tekst vrijheid, gelijkheid, solidariteit. En het leuke is van deze mannetjes, is dat het twee dezelfde mannetjes zijn. Want je denkt het is iemand anders. Maar zodra je hem omdraait, wordt het donkere gezichtje hetzelfde gezichtje als het lichte gezichtje. En je kan hem dus aan de bovenkant en de onderkant bekijken. Even kijken. De ketens die verbroken worden. Zowel de eigenaar die de ketens verbreekt en de tot slaaf gemaakte, die hebben de ketenen verbroken. Dus die staan hier dus ook beide op. Draai de munt ook zo op zijn kop. Dus deze kant voor een leuk effect. Leuk. Superleuk. Superleuk. Echt prachtige ontwerpen zijn er binnengekomen. Even kijken. De Braal zegt bij beide watersnood coins staat 200.000 V, moet dit niet zijn, 200.000 stuks V. Ja, het leuke is, dit zijn allemaal ideeën, Arie en anderen. En hoe we het gaan doen, jullie kunnen een ontwerp insturen tot uiterlijk 31 maart 2023. Dat is de laatste dag dat het bij Tony moet binnenkomen op dutchgeocoin@gmail.com. Meteen in begin april gaan Tony en ik een voorselectie maken. Ik ga zo meteen laten zien op basis van wat. En die voorselectie die komt weer terug bij jullie. Die komen weer terug bij de geocachers. En jullie kunnen weer gaan stemmen op welke coin je van de selectie die Tony en ik gemaakt hebben het mooist vinden. En dat wordt dan de Dutch Geocoin 2023. Waarbij er natuurlijk nog van alles geknutseld kan gaan worden hè, aan die coin. Dat is het mooie van het concept zoals we het nu doen inderdaad. Hè. Even kijken hoor. Even kijken wat jullie allemaal zeggen. Er staan 4 nullen in plaats van 5 nullen. Oh, ja, 4. Oh, goeie. Scherp gezien. Nou ja, Arie, dat zijn dus van die dingen die we moeten gaan reviewen als jouw coin de winnende coin zo meteen gaan zijn. En dan maken we, welk ontwerp het ook wordt, er natuurlijk weer een prachtige coin aan. Oké, als alles is ingestuurd, op 31 maart 2023 gaan Tony en ik een voorselectie maken. En we gaan die voorselectie maken op basis van een op basis van een aantal aspecten. We zullen daarbij op de volgende punten letten. Let op. Het moet natuurlijk te maken hebben met het jaar 2023. Je kan beter bijvoorbeeld 800 jaar Hansen of al die mooie ideeën die we net hebben gezien. Die hebben natuurlijk allemaal te maken met het jaar 2023. Dan een standaard Nederlands symbool. Het mag wel, maar het is mooier en het levert een hogere plek op in de rangschikking als het te maken heeft met 2023. Nou, het moet natuurlijk wel, of moet, maar in ieder geval, het is goed voor de rangplaats van je coin, zeg maar, als het te maken heeft met Nederlands. Is het een Nederlands ontwerp? Bij dit voorbeeld staat liever de 100ste sterfdag van Louis Couperus dan het 50-jarig jubileum van de Zweedse koning bijvoorbeeld. Kan ook een prachtige coin opleveren, maar heeft natuurlijk niks te maken met Nederland. En het is wel de Dutch Geocoin 2023. Het moet, nou, wederom, het moet niet, maar het is goed voor de Dutch Geocoin als het te maken heeft met geocaching. Je krijgt dus gewoon extra punten als het ontwerp iets met geocaching van doen heeft. Probeer dus iets Nederlands te doen uit 2023 en als je dan ook nog een geocaching aspect erin hebt, nou, dan heb je al een hele bijna kant-en-klare Dutch Geocoin 2023. We kijken naar originaliteit. Liever een kaas die we nog nooit gehad hebben dan de derde molen of de vierde tulp bijvoorbeeld. We kijken dus bij de ontwerpen die binnenkomen in de voorselectie van is het een coin die zichzelf herhaald heeft? Is het al een onderwerp wat vaker langsgekomen is? Of is het echt een nieuw origineel onderwerp? En ook dat levert je originaliteit, levert je ook weer punten op. Nou, dit geldt niet zozeer voor mij en Tony, hoewel wij hem natuurlijk ook mooi moeten vinden. Maar ik vind heel veel van deze ontwerpen die hier zijn, vind ik hartstikke mooi. Maar dat geldt voor vooral voor jullie daarna natuurlijk. Als die voorselectie is gemaakt. Ik noem even een aantal. Er komen een aantal coins uit wat jullie daaruit kunnen stemmen. Nou ja, en dan is het lot van, het winnende ontwerp is dus aan jullie. Even kijken. Wie gaat eraan knutselen? Vraagt Tobias. Soms zijn er coins, we noemen dit erbij, want soms zijn er coins waar je helemaal niet meer aan hoeft te knutselen. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we een coin, nou die was bijna kant en klaar, zeg maar. Die kon zo naar de fabriek. En natuurlijk is het nog een paar keer op en neer gegaan tussen de ontwerper en Luc van Creacoins, want ook die gaat hem dit jaar weer maken. Maar soms zit er ook een coin bij die dat je denkt, we moeten een randje verplaatsen, we moeten kleuren wat verminderen, we moeten een andere soort afbeelding erop. Maar hij zal altijd het idee houden van de coin zoals jij het ontwerp hebt gemaakt. En uiteraard doen we het in overleg met jou, met de ontwerper van het winnende ontwerp bedoel ik dan, hè. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel een mooie, technisch goed te maken coin uitkomen. Dus ja, wie gaan eraan knutselen? Dat zal vooral Luc de Haas van Creacoin zijn dan. Even kijken, Rebecca zegt, mijn achtbaan is mislukt, maar ik denk dat ik mijn ontwerp klaar heb. Nou, lekker Rebecca. Gewoon insturen dan. Doen. Tialda, gezellig dat je er ook bij bent. En ja, wie ging nou de stroopwafel ontwerpen? Was dat niet Tobias? De stroopwafel, als je kijkt naar de originaliteit, is die wel origineel. Want hij heeft er volgens mij nog nooit tussen gezeten, voor zover ik weet. Nee, Tobias, wij kiezen dus niet meteen de winnende coin. Maar wij gaan er wel voor zorgen dat er een voorselectie komt van coins. Zodat we zoveel mogelijk een echte Dutch Geocoin 2023 krijgen. We hebben er ook over nagedacht. Zullen we gewoon zo'n lijstje met eisen maken en dan gewoon de inzendingen gewoon afwijzen? Als ze er niet aan voldoen, dat hele lijstje. Nou, daar hebben we toen van gedacht. Nee, dat vinden we niet leuk, want we willen ook die artistieke vrijheid loslaten. Maar we gaan wel een voorselectie maken om te kijken welke coins voldoen nou aan die eisen van die voorselectie die ik net heb laten zien. Dus we gaan zeker niet de coin kiezen. Jullie gaan de coin kiezen. Absoluut, absoluut. De regels voor de coin ergens terugvinden online. Je kan de ontwerpers sowieso vinden op www.geovlogs.nl. Ik heb deze nu eventjes genoemd in de uitzending. Maar ik weet dat er ook een stuk staat, als ik het goed heb, op geocachen.be, geocachen.nl. Waar ook die regels precies in staan. En misschien staat die op de site van Tony ook wel. Maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En Harold zegt, en ja, ik gebruik vectoren dit jaar om Luc blij te maken. Nou, heel goed Harold, want het is een klein beetje technisch, maar je kan iets in Photoshop maken. Je kan het in een computer in Paint maken, bij wijze van spreken. Maar je hebt dus ook een programma waarin je vectoren kan werken. Is een technisch verhaal. Clemelinde, oeps, was het ook vergeten. Nou, je bent erbij. Geeft helemaal niks. Goed dat je er bent. Wil je nog een ontwerp insturen voor de Dutch Geocoin 2023? Stuur het dan uiterlijk 31 maart. Zorg dat het 31 maart via de mail binnen is bij Tony op dutchgeocoin@gmail.com. En hoe gaaf is het als jouw ontwerp het winnende ontwerp wordt van deze ontwerpwedstrijd en dat jouw coin de Dutch Geocoin 2023 wordt, dat je hem gewoon echt in je handen hebt. Iedere inzender krijgt van mij een zilveren GeoVlogs ticket. En de winnaar van de Dutch Geocoin krijgt behalve zijn eigen ontwerp in een coin, in verschillende uitvoeringen, van mij ook een gouden GeoVlogs ticket 2023. Alright. Leuk. Nice. Puzzel. Yes, leuk. Nice, 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 nice. Ik dacht dat ik iets hoorde tussendoor, maar volgens mij... Gezellig dat jullie er allemaal zijn. Welkom als jullie net inschakelen op deze woensdagavond 2023 bij de volgende GeoVlogs Live. Ik ben net een paar dagen ziek geweest. Ik heb het flink te pakken gehad. Ik heb er nog een dikke koortslip hier aan overgehouden. En gelukkig ben ik weer helemaal hersteld en ben ik weer lekker aan het werk en kan ik weer lekker naar buiten om te geocachen. Want dat heb ik wel even gemist, maar ik heb een paar dagen toch wel flink plat gelegen eigenlijk. En we gaan over naar het volgende onderwerp, want we gaan eens eventjes kijken wat de eigenaren, de organisatoren van Geopoly, daar eigenlijk over te vertellen hebben zometeen. Ik ben heel benieuwd. Hopsakee, yes. Allergisch voor geocachen. Nee, ik ben gelukkig niet allergisch voor geocachen, nee. Dat zou wat zijn, nee. Dat zou echt wat zijn. Moet je je voorstellen, zouden er mensen zijn die allergisch zijn voor geocachen? Dat zal toch niet, hè? Nou moet ik even goed kijken, jongens, want even kijken. Week. Hoe werkt dit? Ik moet zo meteen natuurlijk verbinding leggen met de organisatie. En volgens mij is dat hier. Maar wat we eerst eens even gaan doen, is eventjes kijken naar Geopoly, wat je daar nou eigenlijk over kan vinden op het internet. Want toen ik zag op een gegeven moment een berichtje op Facebook. En dat berichtje op Facebook, dat triggerde bij mij iets, 5 jaar geleden, Geopoly. Dus toen ben ik eens even gaan denken en ik pak... voor jullie eventjes de website ook erbij. Eens even googlen. Geopoly ben ik hier gaan zoeken. En als je op Geopoly zoekt, dan kom je allerlei termen kom je tegen, maar ook allemaal van die lijsten, van die geocaching lijsten. En hier heb je dus een lijst van al die Geopoly caches. En misschien weten jullie hoe het werkt. Maar je kan hem ook, en dan moet ik even naar rechts scrollen, je kan hem ook op de kaart bekijken. Gaan we hier eens even kijken. Even kijken of die überhaupt wil laden, want hij blijft wel heel wit dit. Dat blijft wel heel wit. Oh, hij is aan het nadenken, maar blijkbaar kost het hem heel eventjes tijd. Ja, daar is hij. Kijk, dit is wel leuk, want hier zie je al die Geopoly. Al die Geopoly caches zie je hier op de kaart. Zie je dat? Zie je precies in Nederland. Groningen, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Zullen we eens even gaan inzoomen. Bijvoorbeeld Amsterdam, hè. Ik weet niet of jullie de Monopoly kaart kennen. Maar ja, Monopoly kaart is even kijken. Leidse straat onder andere. Kalverstraat natuurlijk. Extra belasting, dat is een van die andere poten. Gaan we eens even kijken, wat had je ook weer nog meer? Utrecht had je volgens mij. Inderdaad, in Geopoly. Even kijken, Utrecht. Hier heb je de 3. Multi, de Beeldstraat Utrecht. Neude, Utrecht, een mystery. En Vreeburg, Utrecht. Nou, en zo heb je dus al die caches, al die Geopoly caches heb je hier gewoon liggen. En dan pakken we er eens eventjes eentje bijvoorbeeld in, laten we zeggen, in Haarlem hier. Even kijken, Zeilweg, Houtstraat, Haarlem, Barteljorenstraat. Nou, laten we zeggen eens eventjes de Houtstraat pakken. Gewoon eventjes als voorbeeldje. Even kijken, Houtstraat, cachepagina openen. Ik hoop dat hij een beetje... Eens even kijken. Yo. Oh, dat was een foutje. Dat was een foutje van mij. Houtstraat, Haarlem in dit geval, hè. Gaan we eens eventjes kijken. Zo'n mooie kaart erbij. En hier staat wel... Hier staat nog even... Geopoly is een landelijke serie, afgeleid van Monopoly. Veel bekende spelmogelijkheden zitten in deze serie verwerkt. Nou, superleuk. Dit zijn alle CO's die eraan meegewerkt hebben. En je kan natuurlijk per cache kijken. Je hebt ook nog een banner, hè, maar je kan natuurlijk per cache kijken. Ook op een gegeven moment, nou, lijkt het me een leuke cache om te vinden. En we gaan natuurlijk gewoon eens eventjes een heleboel vragen zometeen aan een van de medeoprichters eigenlijk van Geopoly. Kijk, superleuk. Hè? Als je aan het denken bent van ik wil er wel eens naar eentje toe, dan doe je dat gewoon zo. Alright, even terug, want er gebeurt hier van alles op de achtergrond. En ik moet jullie natuurlijk wel eventjes meenemen daar naartoe. Moet ik heel even wat instellen hier nog. Instellingen. Even kijken. Deze denk ik. Yes. En dan... Dan gaan we gewoon eens even kijken of we contact kunnen krijgen met de organisatie. Ik noem het even organisatie, maar we gaan zo meteen natuurlijk even precies kijken hoe het allemaal zit. Even kijken. Oké. Ik denk... Als ik het zo zie, we gaan het gewoon proberen. Hey Monique! Hallo! Hallo, ja, je bent binnengekomen. Super! Monique, heb jij de mogelijkheid om je scherm horizontaal te doen? Zeker weten. Oh, mooi, top. Want dan... Kijk, mooi, dan hebben we je helemaal gewoon maximaal in beeld. Top. Ja. Hey, een hele goede avond. Monique! Ja, hallo! Chica's Team. Ja, van Chica's Team inderdaad. Hé, hey, wat leuk dat je er bent. Want ik heb de kijkers net al een klein beetje laten zien. Even de kaart laten zien. Even Monopoly genoemd. We hebben eventjes één... welke hebben we nou net geopend net? Volgens mij de Houtstraat. Of nee, Utrecht hebben we volgens mij iets geopend. Om gewoon eens even te kijken. Het ziet er allemaal prachtig uit. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag van jou ook wel horen zometeen hoe het nou precies in elkaar zit. Er zijn ook al wat vragen in de chat, dus die kunnen we zo meteen ook wel eventjes langs laten komen. Ja. Maar zou je eens een beetje zelf willen beginnen, jezelf voor te stellen? En wat is nou jouw link met Geopoly? Nou, ik kan mezelf eerst even voorstellen. Ik zei net al, ik ben Chica's Team. We wonen een beetje in het midden van het land, of eigenlijk in het midden van het land, de Betuwe. En ja, we cashen eigenlijk al vanaf januari 2013. Dus ja, we zijn geen echte oude garde, maar toch ondertussen alweer een jubileum van 10 jaar behaald. Ik wou zeggen, ja. Ja. Maar ja, hoe kom ik aan Geopoly? Eigenlijk is dat iemand anders een idee geweest. En dat lukte niet om dat op te zetten. En daar was natuurlijk een bericht over op de Facebookgroep voor geocaching voor iedereen. Ja. En daar heb ik mij toen ook voor aangemeld van ik wil ook wel meehelpen hieraan. Ja. Nou, dat kwam niet van de grond. Het was echt iets van nou, krijgen we nog informatie of hoe zit het? En toen is er eigenlijk gevraagd of Marco Munnik heeft zich opgeopperd van hij is Merlin. Die heeft gezegd van, ik ga het wel trekken. Ja. En ja, sorry, ik werd even afgeleid hier. Kan gebeuren als je live bent. Kan gebeuren. Ja. En die heeft eigenlijk gezegd van, nou, laten we dan een forum openen. En dan moet je vervolgens naar op het internet inloggen. En ja, dat werkt niet. Nee. Christa, Viervoeters en ik en Marco, die zaten er wel op. En eigenlijk waren de rest die zich hadden opgegeven, nou ja, die lieten zich niet zien. Dus het is gewoon heel lastig om zoiets te beheren en respons te krijgen. Ja. En toen hebben we het over een andere boek gegooid. En dat is een groep aangemaakt op Messenger. En we hebben oproepen gedaan in de Facebookgroep Geocaching voor Iedereen. Ja. Voor wat er nog nodig was. En zodoende kwam er eigenlijk al heel snel resultaat. En had de boel ook best snel online kunnen gaan. Waren het niet dat, dat er gewoon copyrights zijn. Ik heb je er net ook over horen praten met goodies, de coins. Ja. En ja, er zit gewoon een hoop copyright overal op. Ja. En dat gaf eigenlijk de meeste tijd die we moesten wachten. Vervolgens, uiteindelijk hebben we antwoord gekregen van Hasbro. Dat zit helemaal in Amerika. En die zeggen gewoon, nee, we kunnen niks aan jullie verdienen. Dus bekijk het maar. We geven er geen toestemming. Nee, dus je mocht niet de afbeeldingen en de naam gebruiken van Monopoly? Nee. Oh. Nou, en de enige optie was dan dat iemand illustraties ging maken. En heel gelukkig was een van de co's, haar partner, was een illustrator. Maar oh, ja, nice. Wel weer tijd voor nodig. Nou, en wat krijg je dan? Er zijn dan weer co's die zeggen van nou, het duurt me te lang. Of het lukt niet meer. Ik ga verhuizen. Ja. Weet je wel. Er zijn allerlei mogelijkheden waarom iemand het niet meer kan. Ja. En dan moet je weer nieuwe mensen zoeken. Ja. Nou, ondertussen waren we aardig bedreven in het bouwen van de listings, want we hadden een hele lijst van, nou, moet de standaard in. Ja. En ik heb ook nog wel voor andere co's de listing gebouwd, hè, even wachtwoord uitwisselen erin. Dus ja, zodoende. Ja, en, want we hebben het nu, nou, we hebben het nu over, we zitten nog in 2017, hè? Ja. Ja, hè? Ja. Want 14 februari 2018 is alles online gekomen. Ja, precies. 14 februari 2018. Ja, precies. Ja. Hoe is het uiteindelijk dan nu tot deze serie gekomen? Want ik kan me voorstellen dat er gaat een hele lading tijd in zitten. Als je zoiets moet oprichten of organiseren. Dat is zeker weten. En we hebben ook ontzettend veel werk gezet met z'n drieën. Marco, Christa en ik. Want ja, omdat wij dus... wel veel contact hadden, hebben gedacht van nou, zullen we dat met z'n drieën dan op poten zetten? Ja. Nou, ik zei van dat is goed, dan gaan we dat, ga ik dat na mijn vakantie verder mee bezig. Maar in mijn vakantie kreeg ik een paardrijongeluk en heb ik 7 weken op bed moeten liggen. Oh, shit. En daarom noem ik Geopoly ook mijn bedproject. Ah, ja, dus een geluk bij een ongeluk eigenlijk. Ja, 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 als ik het zo mag zeggen. En heel veel tijd. En ik kon met mijn laptopje wel op bed, of zo'n standaard, kon ik alles in orde krijgen. Dus, jeetje. Ja, als ik het nu moet doen met 45, 47 uur in de week, dan had ik een verhaal geweest. Ja. Oh, ja, echt. En 2018 zijn ze dus uitgekomen, hè? Dus inmiddels liggen ze er meer dan 5 jaar. Is iedere, want we kennen allemaal het bord Monopoly, daar ga ik even vanuit, hè, met al die speelvelden. Is er van elk speelveld dus ook een geocache ergens in Nederland? Ondertussen zijn er al wel een keer geocaches van gearchiveerd. Ja. En ook opnieuw online gekomen. Ja. Doordat jij dit hebt opgerakeld, zijn we er eigenlijk van achter gekomen dat er dus toch een aantal caches offline zijn, terwijl de afspraak is dat of gearchiveerd zijn zelfs. Ja, ja. Terwijl de afspraak is dat er niet gearchiveerd wordt, mits er iemand het gaat overnemen. Oh ja, logisch, ja. Zorgen dat die voor adoptie aangeboden wordt. Ja. Ja, slim, want je maakt natuurlijk een hele serie die niet maar half boorten zijn, hè, uiteindelijk. Ja. En eigenlijk, om antwoord te geven op jouw vraag, overal van elk vakje op het speelbord liggen, zijn er caches die behoren er te zijn. Ja. En die gaan nu ook weer komen. Daar hebben we nu weer vaart achter gezet. Ah, mooi. En er is kans en algemeen fonds. Ja. En we hadden ook een bonus. Ja. Maar die, dat is geen cache voor op het speelbord. Dus daar gaan we niet meer verder achteraan. Nee. Nee, duidelijk. Nou, leuk. Dus gewoon, ik kan me voorstellen dat het een enorme organisatie voor jullie ook is, hè? Want je moet dat continu in de gaten houden. Jij bent natuurlijk in zo'n team. Dus je bent best wel een groot team. Ook afhankelijk eigenlijk van, ik zou maar zeggen, de zwakste schakel, hè? Als iemand het nou niet meer lukt natuurlijk, of het niet meer voor elkaar krijgt om zo'n cache te onderhouden. Ja, je moet wel zorgen voor vervanging inderdaad. Ja. Wat een werk, hé. Enorm. Nu lang zoveel werk niet meer hoor, als in het begin. Het is toch echt wel iets geweest van een jaar. En daarna heb je natuurlijk... we hebben nog een leuk event georganiseerd waarbij mensen of teams in het zonnetje zijn gezet. Ja. Er waren 3 of 4 teams die hebben, zijn om 12 uur 's nachts gestart. En die waren om 4 uur 's middags, waren ze klaar en hebben ze de hele serie in 1 dag gedaan. Zo, ja, ik heb dat gelezen ergens. Ja, het was iets van, even kijken, ik had het ergens opgeschreven. Weet ik van 900 kilometer of zo en 15 uur of iets dergelijks, hè? Ja, ja, bizar. Zijn er meerdere die dat gedaan hebben, voor zover jij weet? Nou, die 3 of 4 teams die hebben dat gezamenlijk gedaan in 1 auto. En er was er ook nog een team, Team Gewei. En die heeft, niet in 1 dag hoor, maar die was de eerste die alle caches had volbracht. Ja. En dan allemaal met openbaar vervoer. Oh, die is ook geweldig, ja. Oh, die is ook leuk, ja. Niet met de auto en het openbaar vervoer. Super gaaf, super gaaf. Ja. Monique, er is een vraagje in de chat. Dat ging over dat copyright, hè? Vonden ze het niet erg dan dat het idee van de kaartjes gebruikt werd? Het is wel herkenbaar als Monopoly. Het is natuurlijk geen Monopoly, maar wel herkenbaar als. Hadden ze daar dan geen problemen mee? Nee hoor, nee, eigenlijk niet. Heb je dat nog moeten inleveren bij hun of zo? Of is dat helemaal geen... de reviewer heeft ons daar heel erg in ondersteund. Ja. En, in wel meer dingen. Eigenlijk noemt hij zich met recht hoe noem je dat ook alweer? De Petervader van... nee, die heeft dat zeker goedgekeurd en dat was geen probleem. Nee. Oh, nou super fijn. Er wordt zelfs aangeboden, mocht je in het noorden nog iets hebben in Groningen, als er iemand nodig is voor onderhoud in Groningen, dan ben ik beschikbaar, zegt Harold. En even kijken... Even kijken hoor. Misschien een klein beetje antwoord daarop. Er is eentje in Groningen is gearchiveerd. Ja. We hebben moeite gehad om met die code contact te krijgen. Maar hij wordt weer, hij gaat herlegd worden. Niet in de zin dat hij weer gedearchiveerd wordt, maar een nieuwe cache komt. Ah, oké, dat is mooi. Alle drie de caches. Ja, dat is mooi, goed geregeld, ja. Ja, vind ik ook een hele goede vraag van W. van den Helder. Die cache, inderdaad, hè, je hebt ons dorp, je hebt, of ik bedoel, je hebt de Dorpstraat, je hebt Brink, je hebt Houtstraat, Zeilweg. Liggen die caches ook echt, wordt er gevraagd, in die straat zelf? Nee, je hebt natuurlijk caches die multi of mystery. En dan begint die daar wel. Ja. Maar zal die dan ergens anders liggen? Dat is heel afhankelijk van welke caches liggen daar al. Zit je binnen of buiten de 161 meter? Is het dan mogelijk of niet? Ja. Je moet je ook voorstellen dat er zitten veel steden bij. Dat caches heel erg ripgevoelig zijn. Ja. En dat ze daardoor ook niet heel bijzonder kunnen zijn. En dan kan het best zijn dat je een nanootje hebt of een petlingetje ergens. Omdat het gewoon op een andere manier niet mogelijk is. Dus afhankelijk daarvan ligt hij wel op zijn plek of juist niet op die plek. Nee, duidelijk. En we zagen net al op de kaart, volgens mij zijn het traditionals, multis, mysteries. En we zagen zelfs een, was dat nou Utrecht en Warrego, hè, inderdaad. Ja. Rotterdam, denk ik. Dat zou kunnen, ja. We zagen een Warrego op de kaart. Oh, superleuk. Ik heb gevangenis in Utrecht, maar ook daar kom ik natuurlijk niet terecht voor de gevangenis. Nee. En kijk je leggen. Nee. Daar kregen we geen toestemming voor. Nee, en dat is logisch. Ja, logisch. Jeetje, de gevangenis wordt in de gaten gehouden met camera's. Ja, duidelijk. En een verdacht figuur. En dat willen we niemand aandoen. Nee, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Je hebt natuurlijk de straten in de dorpen en de steden. Maar je hebt ook kans, algemeen fonds, elektriciteitsbedrijf, waterleiding. Hoe hebben jullie dat opgelost? Je creativiteit en ga bedenken wat kan ik hiermee. En natuurlijk, vrij parkeren moet ook opnieuw gelegd worden. Doe dat ook iets maar wat te maken heeft met een parkeerplaats of en wat toestemming. En dus ja, op die manier ook met waterleiding, maar ook met de stations. Daar zijn wel de leukste caches bij, want daar heb je wat meer ruimte om iets te kunnen verstoppen. Ja, precies. Ja, helemaal duidelijk. W. van der Helder, klopt. Vrij parkeren is weg, maar we horen net van Monique dat hij opnieuw op de lijst staat, hè, om uitgebracht te worden. Ja, klopt. Nou. Ja, eigenlijk is alles weer onder de koos geüpdate en alles is weer verdeeld. Lekker, goed zo. Dus mensen kunnen weer aan de slag om de hele serie te gaan vinden. Nou ja, en mensen die de oude hebben gedaan, kunnen alsnog weer aan de slag. Ja, precies. Ja, dat is wel waar. Ja. Want het wordt natuurlijk, soms gaan ze weg of worden ze gewisseld. Soms zullen ze geadopteerd worden, maar soms worden ze ook gearchiveerd, begrijp ik. En dan komt er een nieuwe versie, hè? Ja, klopt. Ja, superleuk. Hey, de toekomst. Geopoly bestaat nu 5 jaar. En nu? Nou ja, als het zo doorgaat, ligt het niet aan mij. En dan kunnen we over 5 jaar nog weer een geovlog aan spenderen. Hè? Oh ja, dat zou mooi zijn. Over 10 jaar weer, hè? Ja. Gewoon, dus in principe, er staat eigenlijk niks in de weg om gewoon de hele Geopoly-serie gewoon te laten liggen. Als ik het zo lees in de logjes die ik gelezen heb en nu in de chat, maar ook van jou hoor, denk ik, nou volgens mij wordt die best wel gewaardeerd, ook die serie. Ja, ik heb niet gekeken hoeveel favorieten we in totaal hebben, hoor. Nee, precies. Maar in ieder geval wel, weet je, het klinkt allemaal heel positief, heel leuk. Ook de foto's die ik heb gezien. Ik heb op de listings gezien dat mensen ook echt foto's maken, logisch, omdat het een straat is, van de straat zelf, van het straatbord, van het, iets wat in die straat zelf staat. Superleuk. Echt heel erg leuk. En hoorde ik net in het begin van jouw live-uitzending ook nog iets van een vraag van Geldermalsen? Ga naar de gevangenis? Nee, dus iemand vroeg volgens mij, hoe kan er nou in Geldermalsen iets liggen? Want Geldermalsen is helemaal geen straatnaam en geen... maar goed, die vraag is nu beantwoord, want je hebt dus een gevangenis en een elektriciteitsbedrijf. Ja, Als ze goed gekeken hebben in de listing, dan kunnen ze in het stukje wat ik daaraan toegevoegd heb, zien dat dat een oude gevangenis is. Ja. Dat pand. Oh ja, inderdaad. Ja, tuurlijk ja. Hé, hey, dat is nogal een heel leuk idee. Racefits TS die zegt, hey Monique, weet je wat jij moet doen? Je moet een Geopoly coin insturen naar de Dutch Geocoin 2023. Als iets natuurlijk Nederlands en geocaching is. Ik denk dat Christa wel luistert. En die is van ons degene die dat soort dingen heel goed kan. Oh ja, gewoon doen. Leuk. Dat vind ik een supergoed idee. Ja. Heel erg leuk. Heel erg leuk. En Dave zegt, heb jij al Geopoly caches bezocht, Rogier? Nou ja, ik moet me echt heel schuldig, het antwoord echt schuldig blijven. Want ik in ieder geval niet bewust dat ik er een aantal gedaan heb. Maar dit heeft wel heel erg mijn interesse gewekt. Dus ja, er wordt nu wel tijd om eens een paar mooie Geopoly caches te gaan uitzoeken, Monique. En dan heb ik nog een vraag aan jou. Ja. Hoe kom je nou op dit idee om hier om ons te vragen voor zo'n in de live-uitzending? Omdat ik op Facebook een berichtje zag. Met een... ik kan me niet eens meer goed herinneren. Volgens mij een berichtje van jou ook. Waarin stond dat er dus een event was geweest. En die had ik gevonden op de kaart inderdaad. Voor 5 jaar... Vijf jaar Geopoly. En er stond ook een hele leuke banner. Die banner stond erop met het gat waar je hoofd in kon doen en zo. Ja. En toen dacht ik, hey, ik was maar helemaal niet bewust eigenlijk van die serie. En toen dacht ik, nou, hier moet ik even aandacht aan besteden. Ja, ja. Nou, leuk. Zo was het eigenlijk komen. Nou, superleuk. Heel veel plezier ook nog. Als een van de mede-organisatoren. Ik hoop op de volgende 5 jaar. En ik wil er zeker een paar gaan doen in de toekomst. Ja. Nou, let erop zou ik zeggen. En als je in Den Haag bent en ze zijn er weer, dan zijn het er 3, hè? Dan heb je er gelijk 3. Oh, dan zijn het er 3. Oh, oké, mooi. Mooi. Haar kerk en... Wat hebben we nog meer in Groningen? Groningen, geen idee. Akerkhof? Nee, nou ja. Dat is niet groot. Oh, nee? Oh. Ik weet het. Nee, daar komen we wel achter. Perfect. Er nog 2. En Tiel ook heen, of bij Tiel. Dus dan zijn het er ook in een kleine omgeving 3. We gaan dus even goed die kaart in de gaten houden. Bedankt Monique voor je uitleg. Monique van Chica's Team voor uitleg over Geopoly. Dankjewel, een hele fijne avond. Dag gedaan. Jo, doei doei. Doei. Puzzel, 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 puzzel. Oh, Herenstraat en Grote Markt. Ja, natuurlijk. A-Kerkhof, Herenstraat en Grote Markt. Dat waren ze, Monique. Dankjewel, Christa. Dankjewel, Christa. En ja, die Christa, je hebt net de opdracht gekregen van Monique, hè? Een mooie Dutch Geocoin 2023, 5 jaar Geopoly. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik vind het idee sowieso heel leuk. En Tialda zegt... Bij ons in de buurt in Mil ligt een multistation Zuid. Dus je een keertje bij Risco bent. Ja, leuk. Mijn interesse in dat hele Geopoly is helemaal gewekt. Dus ik ga sowieso eens eventjes een keer op de kaart kijken of ik niet een paar van die caches kan doen. Superleuk. En liggen er vaak ook natuurlijk meerdere in één dorp of één stad. Hartstikke leuk om te doen. Hartstikke tof om te doen. Grote Markt. Ja, Grote Markt, Herenstraat inderdaad. Geopoliën. Yes! Geopoly, man. We gaan door naar het volgende onderwerp. En meteen het laatste onderwerp. Het gaat eigenlijk best wel snel, maar we zijn al een uur bezig. Het TLL Event 2023. Dus kijken of er nieuw nieuws is. Want jullie weten het gewoon allemaal, hè? Het TLL Event 2023. Dat kan natuurlijk niet missen. Op 2 september 2023 in de H2O Zalen in Harmelen. En alle informatie te vinden op www.teamlagelanden.nl. We hebben een prachtige coin. Die hebben jullie ook al gezien. Heb je hem nou nog niet? En wil je hem graag hebben? Goud en zilver is er niet meer. Maar Black Nickel natuurlijk wel. Wil je hem hebben? Laat het mij dan even weten in een berichtje. Dan komt hij jouw kant op. En tot aan het event op 2 september zijn de coins hopelijk nog te krijgen als ze niet uitverkocht zijn. Maar we gaan natuurlijk weer eens eventjes de organisatie. Jullie weten inmiddels, kennen inmiddels het klappen van de zweep. We gaan eens even de organisatie in huis halen om te kijken of er nieuws is over 2 september in Harmelen. Hallo Milan! Hallo hier! Hallo, hallo! Goed dat je er weer bij bent. Inmiddels vaste gast, Milan. Ja, inderdaad. Inmiddels vaste gast. Nee, hartstikke leuk. Eens even kijken hoor. Ik zag net wat staan wat ik jou wilde... Oh ja, Tobias die zegt al, wat een mooie uitnodiging. Ik heb het visitekaartje even laten zien en die zegt, wat een mooie uitnodiging. Hij ziet er prachtig uit. Ja, ik vind het ook. Hij ziet er echt heel mooi uit. Ik breng hem gewoon nog een keertje in beeld. Rogers Party 2 september 2023 in H2O Zalen in Harmelen. Maar Milan... Hoe is het allemaal met je? Goed, goed. Alles gaat goed. Goed zo, ja. Goed zo. En hoe is het met de organisatie van het Team Lage Landen event in 2023 in Harmelen? Ook goed, ook goed. De laatste stappen voor de publicatie zijn gezet. En nu kunnen we eigenlijk in één rechte lijn door naar 2 september. Oh, ja echt hè. Want ik vertelde net al eventjes, volgens mij duurt het niet lang meer voordat de listing wordt gepubliceerd hè? Nee, klopt. We zouden graag hebben dat de listing volgende week online komt. Dus. Zo. En dan kunnen we ons allemaal gaan inschrijven. En dan kunnen alle... Moet je voorstellen, en volgens mij heb ik het vorig jaar ook gezegd. Moet je voorstellen dat de Facebookpagina... GC Team Lage Landen... Want er zitten volgens mij inmiddels... Hoeveel? 700 of 800 of zo? Of 700 of zo? Aan 900. Of 900. Zo even moeten kijken. Moet je voorstellen dat die nou allemaal denken, we gaan een Will Tent doen en we nemen ook nog iemand mee. Dan is de H2O-zalen zo meteen te klein. Ja, dat denk ik ook. 908 leden zie ik hier. 908 leden, oh ja precies. Nou ja, weet je, laten we hopen dat vooral de mensen die er zin in hebben, gewoon lekker weer 2 september naar Harmelen komen. Hè? Want het wordt gewoon weer een feestje letterlijk. Ja, het wordt een feestje. Lekker. Nou, kun jij al wat vertellen? Als die listing nou volgende week online komt. En mensen dingen... Ze kunnen natuurlijk een will attend kunnen ze doen. Graag natuurlijk, hè. Want dan weet je ook hoeveel mensen van plan zijn die kant op te komen. Maar kunnen ze dan bijvoorbeeld ook kaartjes kopen? Ja, ja, vanaf dat de listing online staat, zal ook de shop online staan. Dus dan kan je direct je kaartjes bestellen voor het event. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Je had de vorige keer al wat verteld over het event zelf. Hè? Er komen nieuwe caches uit. Ja, heb je daar nog nieuws over? Ja, er zou een kleine geoart uitkomen met een paar leuke caches. Kan ik nu al zeggen wat ik heb gehoord. Super. En er zullen ook een paar specialere caches uitkomen. Maar meer kan ik nog niet vertellen. Nee, ja, je blijft het gewoon spannend houden. Hè? Ja, ja. Lekker. Nou ja, en terecht. Ja. En terecht. Zometeen de tickets kopen. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus in de listing zal er een linkje staan waar je naar de shop kan gaan. En daar kan je dan je tickets bestellen. Het systeem is hetzelfde als vorig jaar. We hebben ervoor gezorgd dat het iets vlotter zal gaan. Dus vorig jaar hadden we een paar problemen af en toe. Dat het iets te lang duurde vooraleer iemand zijn ticket kreeg of iemand zijn betaalverzoek kreeg. Dat hebben we nu opgelost. Dus we zullen ervoor zorgen dat iedereen zo vlot mogelijk het ticket heeft bemachtigd. Oh, perfect. Nou, superleuk. Nou heb je de vorige keer ook iets gezegd over een wedstrijd. Ja, ja. Kun je daar iets meer over vertellen al? Daar kan ik zeker iets meer over vertellen. Vorige keer ben ik een beetje mysterieus gebleven. Behoorlijk, ja. Maar vandaag kan ik toch al alles vertellen over die wedstrijd. Want vanaf de listing online komt, kunnen mensen zich ook inschrijven voor een wedstrijd. De vorige keer heb ik gezegd dat creatievelingen zich al mogen klaarmaken. En ja, dat klopt wel, want de wedstrijd heet Rogers Gadget Cash contest. Ja. De bedoeling daarvan is dat mensen een geocache bouwen, een gadget cache om specifiek te zijn, in het thema van Roger van TLL. En mensen mogen dus een cache maken. Ze kunnen dus schrijven zich in het formulier dat de listing online staat ook online zal komen. En dan kan je foto's doorsturen naar ons van je proces. Die zullen dan ook bij jou in de livestream komen. En op het einde, op de dag zelf, nemen mensen hun ontwerp mee. Die worden geplaatst op het event. En vanaf een bepaald uur kunnen alle deelnemers stemmen op hun leukste, of op hun favoriete gadget cache. En die zal beloond worden met een heel mooie prijs. Oh, lekker. Dat is echt gaaf. En de wedstrijd is sowieso leuk, maar het is ook weer een extra boost om maar gewoon prachtige geocaches in het veld te leggen, hè? Ja, ja, dat is de bedoeling. Zo, ja. Jeetje. Roger heeft het maar druk. Zeg Dutch geocaching video's. Ja, inderdaad. En ik zie 2 mensen vragen. Ik ga de vraag toch neerleggen, Milan. Wordt het een mega-event? Ja, dat is ook een beetje de vraag die wij ons stellen. Het event zal zoals vorig jaar beginnen als een gewoon event. En wie weet groeien we uit tot een mega, maar ik ga er nog geen uitspraken over doen. Dus zijn we geen mega, dan worden we een leuk, groot, gezellig event. Zijn we wel mega, dan zijn we een mega. Ja, precies. Weet je, wat dat betreft is het volgens mij gewoon kijken wat er komen gaat. We zien het wel. Ja. Vorig jaar was het een zeer geslaagd feestje. Dus als het weer eenzelfde feestje wordt als vorig jaar, nou, volgens mij heb je dan al je doel bereikt. En wat er dan verder nog komen gaat, ja, weet je ziet het allemaal wel, hè? Ja, inderdaad. Ja, je ziet het allemaal wel. Even kijken, Chialda zegt, oh jammer, het is in mijn vakantie. Rebecca zegt, ik ben dan helaas in Duitsland. Maar ik zie er ook al een paar keer in zetten, ik sta het in de agenda. Super. En nou, Tobias heeft nog een hele belangrijke vraag. Die vraagt namelijk, weet je al of de frietjes te koop zijn? Oei, zijn er frietjes? Dat weet ik nog niet, maar misschien wel, misschien wel. Ja, die vraag kwam de vorige keer ook. En dan moeten we toch eens gaan uitzoeken hoe dat zit, ja. Ik ga er wel bijna van uit. Ik ga er wel bijna van uit, Tobias. Eens even kijken hoor. Ik zag ook nog iets over... Nee, die zie ik even niet meer. Maakt niet uit. Nou, ja, leuk. Ik denk ook voor jullie als organisatie. Want hoe zit het nu met jullie als organisatie? Hebben jullie het er nog steeds druk mee? Of breekt er dan nu een rustige tijd aan of zo? Hoe werkt dat? We hebben het nooit echt super druk. We hebben ruim de tijd gehad om ons voor te bereiden. We zijn een groot team. We hebben denk bijna 10 mensen die tot het eventteam behoren. En iedereen werkt een beetje aan de dingen waar hij goed in is. Er is iemand die de eventkaartjes, die visitekaartjes heeft ontworpen, die de banner heeft ontworpen. En dan zijn er andere mensen die eerder de technische kant gaan opzoeken, zoals een ticketsysteem, een shop in elkaar zetten, een website bouwen. Maar nu is het, ja, alle voorbereidingen voor de listing, daar was wel veel voor nodig. Maar die zijn nu gebeurd, dus nu kunnen we op ons gemak het laatste half jaar werken naar de aankleding van het event zelf. Ja, precies. En jullie hebben natuurlijk een bak ervaring vanaf de vorige keer, hè? Waar je ook je voordeel mee kan doen. Dus ja, jullie worden er gewoon super handig in eigenlijk. Ja. Ja, dat is super leuk hoor. Harold vraagt, is de lokale supermarkt al gewaarschuwd? Oei, nog niet. Maar ik denk dat ik een mailtje ga sturen binnenkort. Goeie. Top. Hey Milan, dankjewel voor je update. Het was maar even heel kort, maar ja, dat hoeft ook eigenlijk maar, hè. En, ja, ik heb alles verteld, nu weet iedereen alles. Iedereen weet alles, het is nu afwachten tot die listing wordt gepubliceerd. Ja, we verwachten hem ergens begin volgende week, maar we wachten hem gewoon af. En dan gaan we er weer voor, Milan. Ja, inderdaad. Alright, alright. Nou, top. Dankjewel voor je snelle update en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Yo, doei doei, fijne avond. Doei doei. Fijne avond. Hoppakee. Zo, daar ben ik weer. Ah, vergeet ik gewoon in mijn laatste... In mijn laatste stukje vergeet ik mijn geluid in te plannen. Maar nu horen jullie me weer gelukkig. Wat ik dus zei, jeetje, wat zei ik nou allemaal? Ik zei allemaal leuke dingen. Maar ik weet het niet meer precies. Even kijken. Oh ja, over die gadget caches. Het maken van gadget caches. Snip en Snap hebben natuurlijk net die video gemaakt van hun Geo Challenge. Waarbij ze hadden maak een TLL cache. Nou, super leuk al om te zien. Hebben ze geocaching video, hebben hun eigen geocache gemaakt. En daar een video van gemaakt. Ook tof om te zien. En moet je voorstellen dat de organisatie van TLL 2023 op 2 september in Harmelen dat idee kan doortrekken tot dan. En je hebt dan natuurlijk, even kijken, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. 6 maanden. 6 maanden om een leuk idee uit te werken. Ga er gewoon lekker mee aan de slag. Maak hem en neem hem mee naar het event. Zodat mensen kunnen stemmen voor de mooie gadget cache. Ja, het beste gedeelte van de stream. Altijd het beste gedeelte van de stream. En volgens mij ben ik redelijk opnieuw begonnen met mijn verhaal, inderdaad. Ja. Oh ja, jeetje. Ik zie jullie reacties allemaal. Grappig. Maar we hebben dus een aantal leuke onderwerpen gehad. En overnieuw, ja. Even kijken, nu gaat er natuurlijk van alles mis. Hoppakee. Ja, nu horen jullie me weer. Nou, in precies die laatste 3 scènes heb ik vergeten mijn... Ja, blijkbaar vergeten mijn microfoon erin te zetten. Maar ja, dat is wat het is. Foutje van mij. Nou, leuk jongens. Jeetje, we zijn toch... even kijken, 7:15. Toch dik een uur bezig geweest. Leuke onderwerpen gehad. Jullie waren er allemaal weer bij. Jullie kunnen weer lekker beginnen aan je avond zometeen. Want we gaan er een einde aan breien. Ik vond het heel tof dat jullie er allemaal weer waren. Op deze woensdagavond. Over ongeveer een maand... 5-6 weken zal er weer een GeoVlogs live zijn. En daarnaast gaan we elkaar natuurlijk heel veel zien. Hopelijk... in vlogs, in livestreams, Facebook livestreams, houdt hij ook in de gaten. En misschien wel in het veld. Bijna weekend. Ja, nog wel 2 dagen hoor. Maar bijna weekend. Groetjes uit Amersfoort. Dankjewel. A.A. de Braal, dankjewel. Tijd voor een biertje. Tijd voor koffie. Wat dan ook. Tijd voor een colaatje. Of iets lekkers. Want we waren het geluid even kwijt. Dankjewel. Jullie ook een hele fijne avond. Tot heel snel. Even kijken hoor. Tot op het event allemaal inderdaad. Ja. Aju, fijne avond. Tot in Amerongen. Ja, tot in Amerongen. Dat is alweer bijna gezellig. Kom ik zeker naartoe. Toedeloe. Doei. Stop weg.